Guys, ik moet jullie wat toegeven. Ik heb geoefend en ik kan nu de Imperial March van Star Wars spelen. Dagelijks HD. Hallo, mijn naam is Milan Knol en jij kijkt naar Dagelijks HD en vandaag spelen wij Rock, Paper, Scissor. Nou, niet de hele aflevering hoor. Dit zijn gewoon allemaal nutteloze websites. Het is papier tegen papier, dat is gelijk spel. Ja, tuurlijk wil ik nog een keer. Ik wil winnen. Wat denk jij? Ik ben nu schaar. En dan is hij... What the fuck? Hij is papier. Ik win! Oh my god! 1 punt. Oké, nog 1 keer winnen. Fuck jou. Let's go. Steen, ja hoor. Ik win weer. Nice. En zo zijn er nog vele andere nutteloze websites. En wij gaan gewoon samen wat van die nutteloze websites opzoeken. Nog 1 keer dan. Nog 1 keer. Schaar ben ik nu. En dan ben jij Steen. Oh, kut. Welkom op de meest exclusieve website ter wereld. Hier kan namelijk maar 1 persoon per minuut op. En dan denk je, ja maar Milan, je zit nu toch op de website. Ja maar dit is niet de website, je moet nog doorgelinkt worden. Je weet niet wat hierachter zit. Je moet een ticket pakken en dan moet je die ticket moet je wachten. Nou, er zijn nu 42 mensen in de rij, dus ik ga gewoon snel een ticket pakken. Ik ben het nummer 43 geloof ik. Nou wel 43, ik ben nummer 116... Wat? 1.163.321. En er zijn nog aardig wat mensen voor mij. Dus ik moet nog eigenlijk 44 minuten of 43 minuten wachten. Dus ongeveer 3 kwartier. En dan kan ik de website in. Ja, en wat die website is, ik heb geen idee. Maar weet je wat, we houden het gewoon open. En misschien komen we er nog in deze aflevering. We gaan nu eerst door naar de volgende nutteloze website. Zijn we op de volgende website aangekomen en deze website is Drench. En dit is een spelletje, een echt nutteloos spelletje. Maar hey, als jij moet wachten op de bus... Achter je computer wachten op de bus, Milan. Oké, super slim. Nee, als jij weet ik veel, je verveelt je of wat de fuck dan ook. Dan ga je gewoon dit kutspel doen. Dan ga je daar hiermee de tijd doden als het ware. Wat je moet doen is je begint linksboven. Je hebt nu een rood vierkantje linksboven. En je hebt 30 zetten om vervolgens een volgende kleur te kiezen. En die kleur wordt dan weer de rest van de kleur die jij hebt gekozen. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar ik zal het voordoen. Ik ben nu dus rood. En als ik nu die gekke, wat voor kleur is het, lichtgroen pak, dan word ik dus helemaal lichtgroen hier zo. En dan kan ik nu bijvoorbeeld weer groen pakken. En dan wordt dit helemaal groen en dan ben ik die ook nog. En dan moet ik zo, zeg maar, langzaam het hele bord drenchen. Dus helemaal, ik weet niet de letterlijke vertaling van drench, maar dan moet je hem helemaal verspreiden over, zeg maar, jouw kleur. Dus als ik nu dan weer die lichtgroen pak... En dan pak ik rood. Kijk, dan ben ik al veel, vet veel rood in 1 keer. En dan moet ik geel. En dan ben ik vet veel geel. Groen. En dan dit is paars of blauw. Kijk, bam. Zie je hoe goed dat werkt? En dan roze. En dan kun je die middelste dingetjes zo meteen wel pakken. Dan pak je eerst geel. En dan rood. Oh mijn god. En dan even kijken, wat is het meest? Roze zie ik hier. Verder niks. Oh, heel veel van dat lichtgroene. Laten we maar lichtgroen doen. En dan hebben we roze, denk ik. En dan, oh, nog 18 moe. Ik denk dat we het wel gaan redden. Dan die, en dan weer roze. En dan groen. En dan even kijken wat voor kleur zit het meest erbij in de buurt. Rood, denk ik. En dan roze. En dan geel. Oh, kijk dan, wat een geniaal spel. Hoe je dit verzint ook, jongen, echt waar. En dan blauw, denk ik. En dan roze. En dan rood. Oh, de laatste kleuren. Die, en dan groen, en dan geel. Tadaa! Ik heb het gedaan. En dan heb je een volgend level. Ja, mijn god, ik blijf niet bezig. Ik blijf echt niet bezig. Maar dit is een heel erg tijddodend, nutteloos spelletje. Zijn we bij de volgende website aangekomen en dit is de schaal van het universum. Ik heb dit nog niet gedaan. Ik ben alleen maar zo ver gekomen. Dus we gaan gewoon samen dit ontdekken. Gebruik de schuifbalk voor het in- en uitzoomen en klik op een afbeelding om meer te leren. Laten we gewoon beginnen. En laten we gewoon kijken wat we ons te wachten staat. What the hell? What? Mens? Reuzenaardworm? Dodo? Strandbal? Wat moet ik hiermee? Oh wacht, nu kunnen we natuurlijk inzoomen of uitzoomen. Wat gaan we doen? We gaan uitzoomen. Olifant, giraf, Tyrannosaurus rex, Apollo maanlander... Sequoia cactus. Wat de fuck is een Sequoia cactus? Waarom is hij zo groot? Een eik. Oh mijn god, de Amphiluculus fragilis. En dan gaan we steeds meer uitzoomen naar steeds grotere dingen, zeg maar.
Oh, wat cool, man. Voetbalveld, Titanic, de Eiffeltoren, natuurlijk. De grote piramides, de Hoover Dam. What? Dit is sick. Oh my god. Central Park. Wow, die is ook fucking groot trouwens. Een komeet. Mount Everest natuurlijk. Oh, daar gaan we hoor. Nou gaan we de shit krijgen. Nou krijgen we landen en zo erbij, geloof ik. Ja, en planeten. Tuurlijk. Wat? Verenigde Staten van Amerika, de aarde. En dan komen al die anderen. Kijk, daar wonen we. Daar wonen we. Zeg maar doei tegen de aarde. Zeg maar doei. Minecraft World? Die staat er gewoon bij? De Minecraft World is net zo groot als Neptunus. Nou, dat is een leuk feitje. My god. Afstand aarde-maan. Oh my god, daar gaan we. Verder dan de zon. Allemaal gekke planeten waar we nog nooit van hebben gehoord. Oh, wat stond hier? De totale lengte van alle mensen is zo groot. Wow, die holy moly. Kan je niet eens vergelijken met iets. Oh my god. What? Wat? Lichtjaar, Eskimon level. Waar te zijn? Waar de fuck ben ik beland? Ik heb het gevoel alsof ik zo'n scheikunde, natuurkunde les volg, waarvan ik geen hol begrijp. Wat gebeurt hier? Grote driehoek, nevel, sombrero, melkweg, kikkervisstelsel, wat? Ja, het heelal is oneindig, tenminste dat denken we ofzo. En dit is wat we hebben ontdekt dus, blijkbaar. Holy shit, als je dan helemaal inzoomt. Wow, dan heb je natuurlijk al die kleine celletjes nog. Holy moly, dat is vet man. Maar zo nutteloos op dit moment. Ja. De volgende website is heel bizar. Het is heel raar. Het heet Pointer Pointer. En het is heel raar, want je ziet mijn muis hier zo. Ik zet hem dan ergens stil. En kijk wat er gebeurt. Dit is echt bizar. Je ziet een vinger en die gaat precies naar mijn muis toe. Want als ik hem nou hier neerzet, dan hou ik hem nou weer stil. En dan wijst hij naar mijn muis toe. En ik zweer het je, oneindig veel plaatjes. Het gaat helemaal nergens over. Nu zet ik hem hier neer. Dit is de perfecte plek. En ja hoor, hij wijst weer met zijn vinger naar mijn muis toe. Even kijken, hier zo, wat zit hier? Het zijn ook allemaal plaatjes van mensen die dus hun vinger net op een bepaalde manier laten zien of gebruiken of... Het is echt apart. En dan zit er... Maar ook gewoon random foto's van mensen die je hebt geen idee wie het zijn. Ja, en dit is what the fuck it. Nutteloos. Nutteloos. Aangekomen bij de volgende website en die heet Silk. En Silk is een wonderbaarlijke wereld waarin je interactief kan tekenen. En dit is echt heel bizar. Je ziet twee puntjes hier gaan aan beide kanten. En als ik nu mijn muis inklik, dan maak ik een soort van wazige tekening. Kijk, dit ziet er al heel erg episch uit. Helemaal in het blauw. En hoe sneller je gaat en hoe langzamer je gaat en weet ik het allemaal, komen er allemaal andere soorten tekentjes. Als ik nu heel snel ga, zo, dan wordt hij helemaal groen en ziet het er weer compleet anders uit. Maar zo kun je best mooie dingen maken. Dit is prachtig. Milan, wat is het mooi. Oh. En dan kun je allemaal dingen maken. En als je muis gewoon stilhoudt, dan gaat hij allemaal gekke, wazige shizzle doen. En dan kun je dat iets vets maken, zo omhoog. Zo. Een soort bliksemschicht of zo. En zo lijkt het net alsof je kan tekenen en dat je iets vet moois kan maken. Dat je gewoon, kijk mam, wat ik heb gemaakt. Heb ik 3 uur aan gewerkt. En je moeder helemaal, wow, wat mooi. En terwijl je gewoon echt letterlijk nog geen 20 seconden met je muis gewoon heb gedaan. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk jongens. Aangekomen bij de volgende website en dit is een virtuele piano. Altijd al een piano gewild of piano willen spelen. Wees niet getreurd, het kan nu virtueel. Je kan gewoon met je toetsenbord. Prachtig, prachtig, prachtig. Echt on. Nou, je snapt het idee. Het is gewoon een piano online, ja. Guys, ik moet jullie wat toegeven. Ik heb geoefend en ik kan nu de Imperial March van Star Wars spelen. Daar komt ie. Dit is echt zo nutteloos. Ik heb hier serieus gewoon net 5 minuten voor opgeoefend. Let op. Dum.
Wat dacht je daarvan dan, hè? Wat de fuck ook de toetsen waren. Maar je hebt gewoon hele tutorials over hoe je complete liedjes kan typen. En dan doet alsof je een artiest bent. Nou, het is fucking cool. En ik heb het net gedaan. En ik heb net 10 minuten van mijn leven verspild daaraan. Het is helemaal top. Komen we weer terug bij de meest exclusieve website ter wereld. Oh mijn god, wat is het spannend, jongens. Nou, volgens mij vind ik het meer spannend dan dat jullie dat vinden. Maar dat maakt niet uit. Er zijn nog 31 mensen in de wachtrij. Mijn nummer is 3408. En ik moet dus nog... ik moet nog zo lang wachten. Jongens, ik kan niet meer. Ik kan niet meer. Ik zou zeggen, ga gewoon zelf kijken. Want ik kan het niet meer aan. Ik moet nou nu weer wachten. En ik heb er geen zin in, man. Dit is het beste wapen ever. Een poepkanon.